Frederik, we staan hier eigenlijk op een hele mooie locatie aan de Muiden en je hebt terug weer iemand kunnen verrassen. 1, 2, 3, piano is gestart eigenlijk, terug weer met verrassingen. Ja, het is onwaarschijnlijk, ik ben er zelf een beetje emotioneel van, in die zin dat we eigenlijk gingen een handse editie doen in de Brugse Poort in mei, maar die is komen te vervallen door de gekende coronacrisis. En nu zijn we terug op pad met de 1, 2, 3 takeaway piano. Ik speel zelf vandaag niet op de piano, ik ben hier zelfs van Spaak en Spier, een van de trappers van onze wielerclub, die ook op de Muiden Meulensteen is geboren geweest. En dus ja, we gaan eigenlijk Hans de wijk rond om iedereen te plezieren met voordeurdeuntjes. En iedereen kan een liedje aan huis bestellen. U zit hier eigenlijk een beetje op uw thuis, mag ik zeggen. Met een prachtig nummer heeft u die mensen hier verrast. Ja, dus de burgemeester heeft zelf een aanvraagje ingediend om iemand te verrassen hier in de buurt, in de New Yorkstraat op de Muiden. En eigenlijk is dat een beetje ook het concept. Hè. Dus mensen kunnen zelf een liedje aanvragen, niet alleen voor zichzelf, dat kan ook, maar ook iemand verrassen. En dat is fijn dat de burgemeester daaraan gedacht heeft om iemand te plezieren hier in de wijk van Muiden-Meulensteen. Hoe kunnen ze de liedjes aanvragen? Hoe kunnen ze eventueel aan de wijk? Kan je daar even meer info voor geven? Ja, dus eigenlijk de mensen kunnen simpelweg naar 123-piano.be gaan. En daar zien we wanneer dat we in hun wijk passeren. Dan kunnen ze liedjes aanvragen en dan komen wij aan de deur met een favoriet nummer of met een verrassing voor een gebuur bijvoorbeeld.